Leuk hoor. Kijk, als je zo doorgaat, krijg je er geen klant bij hier, hè? Nee. En dat wil koersbalvereniging Benthuizen nu juist wel. Ze zitten dringend te springen om nieuwe leden. Ja, we willen er een stuk of 4, 5 nog bij hebben. Door overlijden en door verhuizing zijn er diverse mensen af. We hebben moeten bedanken. Koersbal is in de jaren 80 van de vorige eeuw overkomen waaien vanuit Australië naar Europa. Koersbal is eigenlijk een mix van jeu de boule en biljarten, maar dan binnen. En die ballen die moeten koersen. Dus je gooit ze niet net als met jeu de boule rechtdoor. Ze maken dus een omweg. Het lijkt op een eidammetje. Eén kant zwaarder. Ja, precies. Aan de ene kant is hij zwaarder dan aan de andere kant. En daarom maakt hij een bocht. En daarom heet het ook koersballen. Piet van der Pol is een fanatieke koersballer. Nou, je bent van de straat af, hè? En je vrouw is ook blij dat je in de middag weg bent. Annie Straathof uit Zoeterwoude wordt iedere dinsdag door een van de clubleden opgehaald. Ze is dol op koersbal. Gewoon de gezelligheid. Weer eens wat anders. Anders zit ik allemaal tussen die oudjes die allemaal vast blijven zitten op de stoelen. En ik ben de enige die altijd wegloopt. Er zijn niet veel eisen voor nieuwe leden. Je moet vooral gezellig zijn en... Nou, gewoon een beetje door je knieën zakken. En dan heel voorzichtig naar de andere kant gooien. Er staan lijntjes op de baan en daar moet je binnen blijven. Dus, zin om te koersballen? Meld je aan.